bloemen gekocht. Goeiedag. Hallo. 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 Hoi. Ik ben Manfred. Ryan Hukke. Hoi, Bas. Hallo, is Chantal. Ryan Vekkes. Welkom. Wat lief. Dat was niet nodig. Hoe lang ben je onderweg geweest? 2 uur. Zo, ja, Zuid-Limburg gaat voor jullie een stukje verder weg. Ja, Zuid-Limburg. Maar hey, dan gaan we lekker naar binnen. De eerste indruk toen ik hem zag was gewoon gelijk meteen heel vrolijk en ze hadden er ook gewoon zin in. Dat vond ik wel heel fijn. Dit is ons huis, waar onze Tim woont. Ja. Gezellig ingericht hoor. Ja. Wat voor familie zijn je eigenlijk? Wij vinden familie en vrienden heel erg belangrijk. Dus het sociale. We zijn niet zo materialistisch. Ja, ik vond het accent grappig en anders. In Utrecht praten wij wat luider en hier praten we wat rustiger. Tim heeft ook zijn nieuwe puberfamilie gevonden. Hallo. Hi. Welkom. Welkom. Hi. Kom maar binnen. Ja, kom naar binnen. Hi. Ik ben de vader van Ryan. Ah, ik ben Tim. Ik ben Ilias. Hoeveel is het mij om te zien eigenlijk? Ja, leuk. Leuk. Ja, leuk. En ik heb wat vla meegenomen. Lekker. Nou, Ryan, dit is de kamer van Tim. Ik zou zeggen, ga maar eens kijken wat hij allemaal heeft. En dit is de komende 3 dagen jouw domein. Dus veel plezier. Dank je wel. Voor Poebra, mijn speciale gast. Ik ben Tim, je gaat dit weekend mijn wereld ontdekken. Daarom heb ik een kleine escape room gemaakt. Die jij mag oplossen. Zoek 3 dingen die je nodig hebt in mijn kamer. Ik denk dat ik dan in de kast moet kijken. Ja, Jezus. Dit is de kamer van Ryan. Ja, hij heeft het, zelf soort van ingericht. Ah, leuk. Hij houdt van een PlayStation ook. Ja, ik hou ook van gamen, hoor. Voel je thuis? Nou, een heel leuke familie, denk ik. En het huis is best wel modern en wordt goed onderhouden, zie ik. Ja, ik heb er best wel zin in, daarom. Ik merk al dat het een hele andere cultuur is dan mijn cultuur. Qua bijvoorbeeld dat je eerder met je handen mag eten, bijvoorbeeld bij mij dan niet zo eerder mag. Bijvoorbeeld zo'n ding allemaal. 2. Oké, maar wat is de code? De sleutel. Die sleutel is voor het toch niet gek? Hè? Ja, die escape room die je had gemaakt is wel lastig. Ik ga het gewoon volgende keer oplossen. Toch? Ik heb toch nog een weekend. Het is vrijdag. En bij ons is het dan dag om naar de moskee te gaan. En wat geloof hebben jullie? De islam? Of? Ja, ja, de islam. Ja, ik kom zelf van een christisch gezin. Maar wij zijn gewoon echt totaal niet gelovig daarin. Wij houden ook eigenlijk gewoon niet aan. Gewoon, wij gaan ook nooit naar de kerk of zo. Dat zit ons niet zo heel veel. En nu gaan we, zeg maar, voordat we naar de moskee gaan... Ja. Doen we altijd een wassing. Ja. Want wij mogen alleen bidden als je schoon bent. En wanneer we klaar zijn met de wassing, dan gaan we naar de moskee. Oké. Okay. En wanneer we klaar zijn met de handen, ja, doen we de mond 3 keer. Ja. 3 keer de neus. Oké, okay, ja. Zo met dezelfde handen. Ja, en goed naar binnen, zeg maar. Ik vond de verwassing wel leuk. Vooral wat ik zo mijn neus nu moest er dan weer uit. Het voelde wat minder prettig. Ja, en dan je oren mee pakken. Ja, zo? Perfect. Oh, okay. Maar op zich, het was wel eens een keer wat anders. Zijn er ook bepaalde regels eigenlijk waar je moet in houden als je in een moskee binnenkomt? Ja, in de moskee ook. Wanneer je de moskee binnenkomt, is het streng verboden om je schoenen aan te houden. Oké. Moet wel de schoenen uit. Nou, ik vond het zeer interessant. En ja, het is wel eens een keer leuk om mee te maken dan. Hoe dat zoiets gaat dan. Ryan, we gaan een salade maken. Dus wil je mij helpen? Graag. Ja? Ik heb lekker een ovenschotel. Is er rekening gehouden met halal? Nee, dat niet. Dat gaat dan moeilijk worden. Wat zat er in die ovenschotel? Daar zit vlees in. Wat voor vlees? Gehakt. Ook als het kip was, dan had ik niet mogen. Oké. Okay. Want het is iets echt halal geslacht. Oké. Okay. Dus ik
kan ik die overschot helaas niet eten. Oké, okay, ja, nee, prima. Ja, sorry. Nee, dat is toch geen probleem? Ik vond het best lastig. Waarom? Je stopt tijd in eten. En dan is het. En dan kan diegene uiteindelijk iets mee eten, omdat het niet halal is. Ja, ik ga we kunnen ook anders. Ik weet niet wat je ervan vindt. Als we tonijnsalade maken, dus we tonijn op een salade doen en daar wat brood bij. Of... Ze reageerde eigenlijk best niet gechoqueerd of zo. Ze reageerde eigenlijk gewoon normaal van. Oh nee, sorry, daar heb ik niet op gerekend. Ja, hij komt zomaar een islamitische jongen bij jou in huis voor 2 dagen slapen. Dus nee, ik kom zo maar.